Welkom, dames en heren, bij een nieuwe aflevering van Disney Infinity. We zijn hier met Jack Sparrow. Aangenaam, dit is Jack. En wij gaan dus even kijken, want we gaan het nieuwe eilandje begroeten. Onze missie is eigenlijk dat we Jack moeten we niet stoppen. We moeten, hoe heet die vent? David Jones stoppen. Want die heeft een schat gestolen voor onze neus. Dat hebben jullie vorige keer wel gezien. En dit keer gaan we naar een vrouw die ons wijsheid kan tonen of vertellen. En dat wij wat verder komen in het spel. En hier is haar plekje waar zij woont. En ik ben heel benieuwd of zij ook aanwezig is thuis. Want we hebben er flink veel voor afgereisd. En zoals je ziet is het dus een vrij leuke open wereld. Dat verbaasde me eigenlijk in het begin. Ik dacht, wauw, dit zit wel echt heel gaaf in elkaar. En eigenlijk moet je dat wel verwachten van zo'n hele toffe game. Dus dat is echt heel goed gedaan. En we gaan hier eventjes netjes aanmeren. Dat doet onze grote vriend Bill. En dan kunnen wij hier aan het land komen. Alsjeblieft, kunnen wij van boord? Yes. En we zijn op het nieuwe eilandje. Waarom vieren we het niet? Wat is onze koers? Ik vind het helemaal tof. Haar hut is niet ver, kapitein. Dat is mooi, maar ik vind het ook niet erg om te lopen. Want zo verkennen we ook weer het land een beetje. Piratenbemanning pack 1 hebben we vrijgespeeld. Wat hebben we hier? We hebben hier nog een bootje. Daar kunnen we nog even roeien. Ik weet niet of we moeten roeien. Ik denk het bijna wel. Want hier is niet echt. Ja, we kunnen daar wel op het land. Maar het zou leuk zijn als we ook nog even wat dingen gaan verkennen. Volgens mij moeten we echt wel met het bootje. Of we moeten via het land hier aan de zijkant. Nee, oh, dat gaat niet lukken. Nee, dat is wel gaaf gedaan. Dat we met het bootje verder gaan. Kunnen we misschien aan die linkerkant nog komen? Want misschien dat hier nog wel wat is. Nee, daar kunnen we ook niet heen. We gaan gewoon het bootje pakken. Pak de roeispanen. En wij gaan recht zo die gaat. Ik pak even dat vraagteken op. Misschien helpt het ons wel. Druk op RT om het kanon in je bootje af te vuren. Nou, daar was ik eigenlijk stiekem al achter. Maar als dat erin staat, dat betekent dus dat er misschien wel vijanden kunnen komen. Dus ik ga er even extra op letten. Ik zie tot nu toe geen vijanden. En ik geloof ook niet dat die hier zijn in de buurt. Want ja, dat hoort eigenlijk niet. Dit is een vredig plekje, geloof ik, als ik het zo zie. En hier kunnen we ons bootje even aanmeren. En hier kunnen wij ook twee schatten zoeken. En wat zit hier allemaal in? Waarschijnlijk munten. En nog meer munten. En dat is alleen maar goed. Want zo kunnen wij sparen voor nieuwe artikelen die in de speelgoedwinkel te koop zijn. Hier kunnen wij trouwens ons pakketje afhalen. Dus eigenlijk kunnen we nu weer met het bootje verder gaan. Ik zie daar in het midden zie ik een eilandje, maar dat is te hoog. Ik geloof dat wij daar naar rechts moeten, want er staat namelijk wel een piraat daar. Is het een piraat? Ja, zeker weten. Oké, het is toch niet zo veilig als ik dacht. Zo. Holy crap. Dat ging goed. Daar nog eentje. Ik vuur gewoon mijn kanon af. Ik vind het goed. Oh, hij vuurt ook kanon af. Arr! Yes. Hij is dood. Hallo, dood. Ja, ik weet niet of ze het echt dood noemen in het spel. Uitgeschakeld. Zo is het netter, hè. Dan iemand gelijk dood. Ja, misschien kunnen we daar nog even verder. Nou, het is hier toch wel echt een flink level dit, joh. Jeetje. Ik weet ook niet of we kunnen aanmeren daar, maar het is wel echt jubelgroot hier. Jeetje, joh. Waar moeten we heen? Kunnen we daar ons bootje aanmeren? Het staat ook helemaal niet duidelijk vermeld nu, dus ik weet het niet zeker of we daar ons bootje kunnen neerzetten. Het staat er niet bij, dus we moeten toch nog even verder gaan zoeken. Ik hoor wel piraten hier in de buurt. Er staan wat fakkels. Ik zie wat mooie lianen. Het is een beetje een jungle idee. Dus wat ik zei, een beetje Assassin's Creed hè, gevoel. Krijg ik wel een beetje. Oh, wat gebeurt er? Dat is die vrouw. Dat is de vrouw waar we naar op zoek zijn. En die staat daar gewoon even te staan. En om maar naar haar te komen moet ik dus waarschijnlijk dit gaan springen. En hier kunnen we onze boot aanmeren, gelukkig. Hier nog wat muntjes. Hoppakee. Ik hoor weer een piraat. Er zitten hier volgens mij vol met piraten. Aardsvijanden. Hoppakee. Oh, die zijn wel wat sterker, die gasten. Zo. Wat? Zo, die zijn sterker dan ik dacht. Kijk nou, joh. Oh. Dat is een sterke vijand. Ga dood, jij. Hè? Ik dacht al, joh. Zo, dat was wel aardig. Wat is hier voor uitleg? Waarschijnlijk weet ik het al. Ja, net als Monsters University kunnen we hier gaan springen. Huppakee. En wat kunnen we hier doen? We kunnen hier weer een rood dopje halen. Het haar van een premierjager.
Maar op de foto zie je dat die vent kaal is. Hoe kan je dan haar krijgen? Misschien denk ik weer te ver door, maar ja, wat is dit? Een touw en weer een rode dop. Het hoofd van een visser. Kijk, dat begrijp ik dan maar wel. Maar het haar van een visser, die vent was ook kaal. Is iedere piraat kaal in de game? Nou ja, ik weet niet. Ja, ik heb wel lange haren gelukkig, maar ik ben ook een aparte piraat. Het hoofd van een premierjager. Kijk. We gaan weer verder. Hier hebben we nog zo'n mannetje. Gaan we hem vernietigen met één schot? Jazeker. Nog een dop. Het lichaam van een visser. Hier kunnen we hier niet doorheen. Dit is trouwens heel grappig. Vorige keer had ik ook een plek. Daar kon ik ook niet doorheen. En dan zag je ook zo'n kanonnetje. Dus ik denk dat wij een kanon nodig hebben om daar doorheen te gaan. Het lijkt me wat meest logische. En hier kunnen wij gaan klimmen. Zo. En gaan we over het water heen. Heel gevaarlijk. Ik zie daar tonnetjes liggen. Misschien kunnen we daar nog wel heen volgende keer. Ik ben level 5. Leuk om te weten misschien. Mijn facecammetje staat er net voor en we hebben een rondje gelopen. Heel fijn. Oh, daar kunnen we nog verder. Daar staat het huisje ook. Daar moeten we zijn. Kunnen we hier nog even kijken? Nee, daar komen we vandaan. Hier zijn we nog niet geweest. Wat is dit? Oh, gewoon een roze hammetje. Oké. Lekker, roze hammetjes. Voor mij zijn die nog niet gaar, denk ik. Hè? Roze ham. Ik denk dat daarboven dat we daar naartoe moeten voor, om de missie te halen. Maar ik wil nog even kijken wat we hier kunnen doen. We kunnen hier nog klimmen en klauteren. Oh, daar is die vrouw al. Nou, we gaan naar haar toe. Hallo, mevrouw. Ik buig. Vindt Tia Dalema. Heb je hem de kaart laten meenemen? Die kaart vormt de sleutel tot de allersterkste voorwerp in de zee. Iets dat zoveel kracht heeft dat het in stukken is gebroken en dat de stukken verspreid liggen in het Caribische gebied. Samen vormen ze de Kraken's been. En met de been kun je Davy Jones's monster de baas. Hij is al onderweg en zoekt de been. Jij moet sneller zijn. Oké. Dat zie je. Dat, nou ja, goed, dan snappen we het helemaal. He, we snappen het helemaal. Kunnen we hier nog met de touw? Oh, wat grappig gedaan, joh. Nog een quest daar. Als je wilt weten waar die stukken zijn, moet je me eerst geven wat ik wil. Dit eiland was ooit een thuis van een geweldig volk. Mensen met respect voor de zee. Een van hun standbeelden viel in stukken uiteen. Zoek die stukken en breng ze terug naar waar zij horen. Dan zullen we zien wat ik jou kan vertellen. Oké, deze vrouw is een beetje kinderachtig. Ze wil me niet helpen, tenzij ik haar help. Wij moeten onderdelen verzamelen op dit eiland die zij zelf waarschijnlijk is kwijtgeraakt. Ik bedoel, het zijn vrij grote onderdelen. Hoe raak je dat in vredesnaam kwijt? Alleen zij kan dat doen. En nou moeten wij dus gaan zoeken naar die onderdelen. En dan, wanneer wij dat hebben gevonden, gaat ze ons helpen om de Kraken, of in ieder geval om de Kraken te stoppen, moeten we weer iets vinden ofzo. Het is echt een heel gedoe. Maar wij gaan dat lukken. Jack Sparrow, ik heb vertrouwen in Jack Sparrow. Ik weet niet of jullie dat ook hebben, dat hoop ik wel. En oh jongens, wat is dit? Is dat Indiana Jones? Wat doet hij hier? Ik ben al dagen aan het vissen en ik ruik naar natte hond. Natte hond? Hoe ruikt een natte hond? Ik zou niet weten hoe dat ruikt. Dat moeras zou wel verfrissend zijn. Ik denk dat ik hem gewoon keihard in het water moet gaan dumpen. Alsjeblieft. Is dat goed? Yes! Ja, maar mensen die naar natte hond ruiken. Dus heb je iemand in de buurt die ruikt naar natte hond? Gooi hem gewoon in de sloot en dan is gewoon. Dan help je hem gewoon van zijn geur af te komen. Hier, deze gozer, die moet ook waarschijnlijk. Die ruikt ook naar natte hond. Huppakee. Gooi hem gewoon in het water en al je problemen, al je zorgen zijn aan de kant geschoven. Nou ja, wij hebben dan in het water geschoven, maar. Natte hond, onthoud het. Ik stink naar natte hond. Sowieso is de vertaling van Engels naar Nederlands altijd heel raar. Maar ik vind het altijd wel heel droog. En dat is altijd al geweest. Als mensen vertalen naar Nederlands, is het hele droge zinnetjes die eruit komen. Ja. Waar horen we? Oh, daarboven kunnen we iets vinden. We moeten het trappetje op. De pijl wijst ook naar boven, dus dat zal wel goed zijn. En bovenaan gekomen zien wij een blauw teken. Wat gaan we doen? Ontwijk met B. Moeten we ontwijken? Holy crap! Oh, wat gaaf!
Dat is leuk, dat is gaaf gedaan. Huppakee. Die schildpad, die denkt mij te slim af te zijn. Maar mooi niet. Huppakee, ik knal gewoon zijn hoofd eraf. Nou ja, niet zo agressief. Ik maak hem gewoon van kant. Oh nee, ik schakel hem uit. Dat zouden we gebruiken, hè. Uitschakelen, niet meer doden of zo. Het is gewoon keihard uitschakelen. Nou, dat keihard zou ik er dan weer aflaten. Dat klinkt weer zo kruol. Kunnen we dit kapot maken? Jazeker. En dan gaan we hier met... Wat is dit? Oh, we moeten met een touw. Gaan we naar de overkant. Jeeha! En daar vinden wij nog een onderdeel. Is dit... Wat is dit? Oh, dit is het... Ik snap het. Dat wordt het standbeeld wat we maken. We moeten de onderdelen verzamelen die bij dat standbeeld die dat in elkaar gaan zetten. Ik snap hem. Er hoeft niks meer uitgelegd te worden. Ik snap het helemaal. We gaan verder op zoek naar het eiland. En ik geloof wel... Hé, hey, daar is een rode dop. En een schatkistje. Ga je er even snel open. Het ooglapje van kwartiermeester. Klinkt heel stoer. Wordt echt een echte piraat. We zijn ook al level 5. Ik heb het gevoel dat het levelen veel sneller gaat met Jack Sparrow dan met monsters... Met Sully. Maar dat zal wel schijnbedrieg zijn. Want volgens mij is het allemaal evenveel ingesteld. Dat zou natuurlijk raar zijn. Maar onze missie is natuurlijk ook om alle drie de karakters naar level 15 te maken. Want dan krijgen wij namelijk ook 100 gamer points. En wij gaan natuurlijk ook voor de achievements. Dat heb ik gezegd, hè. En ik hou me daaraan. Hier gaan we naar boven toe. Ik geloof dat daar ook een onderdeel zat van het stambeeld. Waar zat het? Oh, we gaan hier met het touwtje. En dan als het goed is daar rechts zitten. Ja, juist. Inderdaad, hier zo zit hij. Het leek net op een voetje. Oh, het zijn maar 3 onderdelen. Oh, dat scheelt. Oh, oké. Nou, dat is goed gebeurd. Het geluid gaat van links naar rechts bij mijn koptelefoon. Help mij, dan help ik jou. Klinkt echt heel kinderachtig. Ik ga jou lekker niet helpen. En we hebben wel vonkeren verdiend en punten. En dat is wel een voordeel, dat we wel iets ervoor krijgen. Dat we niet denken dat we het voor niks doen, weet je wel. Dat zou ook een beetje rot zijn. Zo, even heerlijk even drinken. Dat hoort er ook bij. En ja, nou dan gaan we naar die vrouw toe. Ik denk inmiddels wel dat ik bijna alles heb vrijgespeeld hier. Ik kan me niet herinneren dat ik dingen heb overgeslagen. In ieder geval wel door dat gat daar, door die poort. En dan kunnen we daar nog heen, bij die waterval. Daar zal waarschijnlijk ook nog wel iets zitten, denk ik. Even kijken, een vlot zie ik daar. En daar zitten nog wat dingen die we kapot kunnen schieten. Ik weet niet of dat vlot iets doet. Of we daar een object op kunnen verzamelen. Ik weet het niet. Maar misschien moeten we daar nog dadelijk even heen met ons bootje. Als we erheen kunnen dan. Hè? Heel vaak staan er ook dingen afgeschermd. En hier naar boven toe komen we bij die vrouw aan. En zij gaat me helpen hopelijk. De been. Hij brak in stukken. Als je ze allemaal hebt. Kun je de machtigste en een vrij man zijn op alle zeeën. Het eerste stuk is hier op het eiland. Jij bent vast sneller dan de mannen van Davy Jones, Dat hoop ik, dat ik sneller ben dan de mannen van Davy Jones. Maar waar moet ik in vredesnaam heen? Er zijn dus 5 grote stukken. En die 5 grote stukken die zijn dus verspreid over het hele spel, denk ik. Of over de eilanden, denk ik. En we gaan nu naar het nieuwe plekje toe. Ik had het wel stiekem gehoopt, hoor, dat we daar naartoe moesten. Want die poort ging ook open. Ik ga even dat ding kapot maken, dat verdienen we. Geen munten! Jammer dit. En die 5 stukken die vormen dus de oplossing om de kraken te stoppen. En als we de kraken hebben gestopt, dan kunnen we in ieder geval David Jones achterna. Want die kraken die beschermen natuurlijk David Jones. En als we David Jones dan weer hebben gepakt, dan kunnen wij de schat gaan openen. Maar ik weet niet, het blijft Disney. Ik denk dat de schat iets van vriendschap is. Weet je, dat er niet allemaal goudstukken in zitten, maar dat het een soort van... Ja, het is belangrijk dat je een vriendschap hebt opgebouwd in die tussentijd. Weet je, dat is echt Disney. Weet je, dat die... Ja. Zo, nou die gaan we vermoorden. Dat zijn de mannen van David Jones, hè? Die we nu gaan vermoorden. Dus kunnen we op dat vlot? Nee, dat hoeft niet per se. Mooie waterval daar. Ik ga eens kijken waar we daar kunnen aanmeren, want dat is ook belangrijk. Ik wil niet altijd op dat zee zitten. Ik geloof dat we daar verderop wel kunnen aanmeren. Er moet zo'n teken op staan van een bootje. En dan kunnen we in ieder geval... Dit gaat helemaal niet snel. Maak dat eens kapot. Oh, daar zit er iemand. Kunnen die huisjes ook kapot maken? Jazeker. Kijk eens. Hé, die gozer leeft nog gewoon, hè? Maakt niet uit. Het huisje gaat kapot, maar hij blijft gewoon in leven. Maar dan gaat ook gewoon niet dood. Ga maar dood. Kom op. Oh, shit. Ja, gaat dood. Kom op. Holy crap. Nou moet ik gaan uitkijken. Die gozer is best wel slim. Die kan best wel snel schieten. Ik moet even omkeren. Ja, keren. Oh,
Oh shit. Ja, ik heb hem. Nee, nog niet. Kom op. Kom op. Schiet de schaak. Hé, hè? Dat is best pittig om te doen, joh. Zo, hoppakee. Die schiet ook kapot. En daar kunnen wij... Ja, ik zit er rechts ook te kijken. Daar kunnen we aanmeren. Wauw, jongens. Dit eiland is groter dan ik dacht. Ongelooflijk. Zo, die is ook dood. Hoop ik. Ja, die zijn, nu is die definitief dood. En dan ook van die skeletten in die soort van... Ja, wat zijn dat? Gevangenisjes? Die hingen ze altijd op, hè? In die piratentijd. Mooi is dat. We gaan naar een wal. Voor mij is er niks meer te doen. Ja, daar misschien, maar daar komen we dadelijk. In ieder geval, dan kan ik wel die gasten verslaan. Oh! Ik zag hem niet. Oh! Jongens, ik ga dood. Kom op, ik mag niet verliezen. Huppakee. Ik geloof niet... Ja, nu ons leven komt er automatisch bij. Of komt er door die munten? Ik zou het niet weten. In ieder geval, ik ben nog nooit dood gegaan in de game. Ja, voor mij wel met Sully ben ik wel eens een paar keer in het water gevallen. Ook met pirates kan je niet zwemmen. Maar ik weet niet of het dan gelijk dood gaan is. Ja, waar gaan we heen? Ik zoek ook gelijk of ik spulletjes kan vinden. We kunnen daar met de trap. We kunnen ook met dit trappetje. Het dubbel op. Zo. En wat kunnen we hier vangen? Nog een soort van rood dopje daar. En een grote muur. Ik ben benieuwd of we die muur op ver kunnen duwen. Lichaam van Moerasvlotter. Klinkt heel erg gaaf. Deze quest. Wat wil deze mevrouw? Hallo mevrouw. Mijn zus heeft me nodig. Oh, ze gaat praten of niet? Nee. Mijn zus heeft me nodig. Als je me naar haar toe brengt, zal ik je heel erg dankbaar zijn. Ze is in de haven. Is dat niet super ver weg? Oh, is dat beneden? Oh, dan komt het goed. Prima. Ik dacht dat ik helemaal naar het begin moest van waar ik vandaan kwam. Waar de game begon. Zo. Ga maar naar haar toe. Prima. Echt, als ze die trap had, als ze gewoon 3 stappen had gerold. Als ze had gerold, kon ze zo die trap afrollen. Was ze bij de zus. Maar nee, oké. Ik moet het voor haar doen. Ik moet haar oppakken en weggooien. Zo is dit spel. En hier, wat is hier? Een ontwijk. Ah, hij legt elke keer uit hoe je moet ontwijken. Maar dat weet ik inmiddels wel. Daar kunnen we daarheen. Hier kunnen we ook nog iets doen. Volgens mij kunnen we hier beklimmen. Ja, dat weet ik ook. We kunnen meerdere kanten uit. Dat is echt pirates, hè? Er is een knop om de poort te openen. Vind hem! We kunnen hier naar boven eens kijken wat daar zit. We kunnen ook in die grot. Eens even kijken. Hier vinden we niet zoveel. Een schat en een rode dop. Dat zijn ook belangrijk. Door bij het hoofd van de kwartiermeester vrijgespeeld. En hier is die knop. De in-knop. Nou, dit was alweer de aflevering van Disney Infinity. Het ging best wel snel misschien. Maar we hebben de hele plek ontdekt. Een stukje dan. We kunnen daar nog even kijken. Voordat we afsluiten. Oh, en hier zitten ook wat Davy Jones figuren. Oh! Uitkijken jongens. Schieten, schieten, schieten. Huppakee. En hoe komen we daarbij? Aarbij. Via deze manier. Kijk eens. Hoppakee. Het themapak El Geluche. Vrijgespeeld. Mensen, tot de volgende keer. Vergeet niet te abonneren en te liken. Dat kan allemaal binnen van het scherm.